welkom bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrax, Deen Hechten. Het is donderdag vandaag en het is fucking slecht weer. Ik ben heel vroeg op pad. Mijn auto die moest gekeurd worden, dus mijn auto heb ik net weggebracht. Jullie zagen het, als dat filmpje gelukt is. Tering. Oh, het is te koud. Oh, tering. Ik ga dood hier ook. Niet te doen. Je doet het eerste vijand, Jan. Ik loop hier op de halfweg. Loop ik en het is echt fucking koud. Gelukkig is het net droog geworden. Want het was fucking hagel, sneeuw. Allemaal troep, allemaal. Echt verschrikkelijk slecht weer. Dus we gaan het wel zien, jongens. Ik ga zo eens even mijn sjaal omdoen. Ik heb mijn sjaal wel bij me, maar ik zie weer in mijn tas. Ik ga mijn tas weer bij mijn buurman laten leggen, was ik weer vergeten. Oh, ik ben ook zo verstrooid. Verschrikkelijk. Wat een tering, zo. Nou, dan ga ik naar de bus lopen. En dan gaan we wel kijken. Hoppakee. Oh, het is even ijskoud. Mijn verjaardagsvlog heb ik in ieder geval. Of mijn verjaardagsvideo heb ik in ieder geval klaar. Oh, het begint weer te regenen. Ik dacht het alweer. Het begint alweer te regenen. Oh, kutkou. Oh, ik ga dood van de kou. Ik heb zo'n hekel aan kou. En ja, het gaat regenen. Dus ik ga even de camera weg doen. Want er komt een hele ijzel, hagel, regen, sneeuw komt er op mijn dak. Dus dan ga ik hem zo maar even neerleggen. En dan ga ik eventjes naar de bus lopen. En dan spreek ik jullie allemaal. Regen. Spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo, en ik ben weer terug. Ik ben alweer bijna thuis. Oh, vroeg op. Dus ik ga dan nog even lekker even terug. Even een slaapje doen. Het is nog hartstikke vroeg. Oh. En ik heb het koud. Ik heb het zo koud. Nou, ik schrik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo, en ik ben inmiddels alweer een paar uurtjes thuis. En ik ga dadelijk, denk ik, eventjes beginnen met kerstspullen ophangen. Zou ik van de week zou ik dat eigenlijk gaan doen. Maar ja, toen was er niks van gekomen. Dus ik denk dat ik dat nu even nog even ga doen. Ik heb met de verjaardagsvideo die jullie op 12 december gezien hebben. Die heb ik online gezet. Helemaal klaar met editen. En ik ben nu met de vlog van gisteren bezig. Dus ik ben lekker bij. Ik kreeg ook vandaag kreeg ik net het bericht van Kevin. Dat Rob Aerts ook in de Efteling is op 12 december. Dus daar gaan we denk ik gezellig even een meeting houden. Hartstikke leuk. Wel een keertje leuk om Rob een keer in het echt te zien. En ja, lijkt me hartstikke gaaf. Was hartstikke leuk. Ja, was, ik vond het in ieder geval een hartstikke leuk bericht om te horen dat, ja, dat hij dat wou doen. Kevin die had er contact mee van Abnormaal. En ja, lijkt me wel gaaf. Lijkt me hartstikke leuk. Dus ik heb er nog meer zin in om naar de Efteling te gaan. Ik had er al heel veel zin in. Maar het wordt steeds leuker, de Efteling. Ja, ik ben nou echt dinsdag wel benieuwd hoe het gaat worden. Maar ja, jullie hebben het al gezien. Nee, jullie hebben het nog niet gezien. Maar het is, als jullie dit zien, dan is het al geweest. Dus vandaag. Nou, allemaal heel indrukwekkend, helemaal ingewikkeld, indrukwekkend. Gezeik allemaal. Ik ga zo even mijn kerstspullen eventjes klaarmaken.
Ik ga even kijken wat ik allemaal in de kast heb. Het zal wel weer één grote puinhoop wezen in de kast. Oh, het is altijd zo'n grote puinhoop. Het is altijd zo'n puinhoop in die kast. Nou, ik moet die hebben. En ik moet die hebben. Zo. En wat moet ik nog meer hebben? Hier heb ik kerstballen. Nou, misschien kan ik die er ook nog wel in gooien. Weet ik veel allemaal. Die pinguïn, die kan ik er wel even uithalen. Dus. Zo. Zo. Nou, dan hebben we deze spullen allemaal. En dan gaan we het eens even lekker versieren. Dus ga ik eens even op mijn gemakje doen. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo, en na een hoop vloeken en schelden is het gelukt. De lampjes hangen. En ja, dit is het eindresultaat. Ik ben er wel tevreden over. Bepaalde stukjes niet. Vind ik niet echt mooi, maar ik vind het wel wat hebben. Kijk. Oh, wat een mooie liggies. Ik had diegene die ik daar had gehangen, heb ik weggehaald. En daar heb ik die lange, heb ik zeg maar zo gemaakt. En dan heb ik die korte, die dus hier hing, die heb ik dus hierop gehangen. Ongeveer tot hier ook. En die heb ik dan daar laten hangen, zo. Dus dat is wel mooi. Het is een beetje om de sfeer te brengen. Dus, nou, ik vind het wel gelukt. Ik denk alleen niet meer dat mijn gordijn dicht kan. Deze in ieder geval niet. Nou, dat gaat nog ook. Dat zou nog wel kunnen. Kijk. Nou, dat gaat wel. Kijk. Als ik het gordijn dicht doe, dan veert dat gekke ding nog mee ook. En dat is niet vervelend. Dat is juist hartstikke goed dat hij dat doet. Want dan kan mijn gordijn tenminste open en dicht. Hoppakee. Oh ja, dan doet hij zo. Nou, dat is in ieder geval beter. Hè? Dus ja, hier is het een warboel van dingetjes. Maar ja, het is maar voor 2 weken hoor. Ik vind hem in ieder geval mooi gelukt. En nou kan de kerst echt beginnen. Ik vind hem wel, ja, ik vind het wel wat hebben. Je moet het toch een beetje versieren in huis. Mijn moeder zei van ja, ik ben ermee gekapt met die achterlijke lichtjes, want ik word er helemaal gek van. Maar ja, ik vind het wel wat hebben. Ik vind het toch wel een beetje sfeer hebben. Dus vandaar. En ik kan natuurlijk geen kerstboom opzetten vanwege de katten. Dus heb ik het maar zo gedaan. Zo. Nou, dan komt die trouwens weg. Want dat is een draadje wat helemaal geen stand meer heb. Dus dan ben ik klaar. He. Alleen dit is een beetje koud. Dat is dit, hè. Nog flink snoer, dat hangt een beetje omhoog. Dus daar moet ik nog even wat op verzinnen. Maar misschien ga ik dat wel redden. Moet ik even met een andere stopcontact, denk ik, eventjes. Dan moet ik hem even verlengen. Want dat hangt nou op de grond. Dat is niet echt veilig. Maar ja. Ik heb geen kinderen. En voor de katten is die te hoog. Dus ik denk niet dat die erbij kan. Dus vandaar. Het is altijd een heel gepriegel altijd. Maar als het eenmaal staat, dan staat het. En dan is het best een mooi gezicht in het donker vooral. Dadelijk helemaal donker wordt, dan ja, geeft het toch een aparte kerstsfeer. Ik heb nog een pinguïn. Kijk, ik heb ook nog een pinguïn met ledverlichting. Dus. Ach ja, kijk eens wat een mooie pinguïns. Ik wil dat je het hek overgaat en 3 pinguïns voor me meeneemt. Ik wil dat je het hek overgaat en 3 pinguïns van mij haalt. Dat is dus de pinguïn met LED-verlichting. Die komt ook nog in de vensterbank, ga ik die ophangen. Maar het is in ieder geval gelukt. En ik heb lekkere kerstverlichting in mijn huisje. Nou,
Ik ga weer even neerleggen en dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Ik moet nog even de vlog van gisteren even afmaken. En dan is dat ook tenminste weer gelukt. Dus ik spreek jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo, en ik kan de auto weer ophalen. Dus dat gaan we maar gelijk even doen. Oh, en ik heb eigenlijk helemaal geen zin. Ik ben gewoon lui en moe. En ik heb eigenlijk helemaal geen puff meer om weg te gaan. Maar ja, de auto moet erop gehaald worden. Dus dat gaan we gelijk maar even doen. Nou, de lampjes hangen nog netjes. Kijk eens wat een gezicht, mooi hè. Allemaal lampjes. Dus ik heb nog even een video bewerkt. De vlog van gisteren, die is ook al klaar. Die hoef ik alleen nog te uploaden. Ik ben helemaal bij de pinken. En dat komt lekker goed uit. Dan kan ik lekker rustig aandoen. En op mijn gemakje alle video's opnemen. En dan bewerken en dan online zetten. Voor de aankomende week. Nou, de banden die... moeten vier nieuwe autobanden op. Dus het is maar alweer €330. Hoppa. Dat hebben we ook weer. Dus dat schiet ook lekker op. Nou, ik ga hem even neerleggen. Ik neem de camera mee. En dan spreek ik jullie dadelijk weer als ik onderweg ben naar de garage. Zo, en ik ga naar mijn pitje toe. Ik ben dood en dood op. En het is 2 uur al inmiddels. Dus ik ga lekker slapen. Zo, ik verslik me bijna. Die lichten gaan alvast even uit. Moet ik alleen die andere lichten nog even uitdoen. En dan ga ik lekker naar mijn bedje. Mijn autootje is weer terug, weer opgehaald. 4 nieuwe bandjes erop. En dat is ook weer gebeurd. Vandaag een livestream gehad. Met Tatjana, Joost, Kevin, Ramon. Dus dat was super gezellig op Skype. Was een hele leuke livestream. En was gewoon hartstikke gezellig. Nou, ik hoefde niet met de bus mee, want ik dacht dat ik met de bus zou gaan. Maar mijn nicht was zo lief om me even te brengen naar de autodealer. Dus daarom heb ik daarom heb ik daarna niet meer gevlogd. Want ik denk, nou, ik zou mijn camera meenemen. Ik denk, ik neem mijn camera mee. Ik kan misschien nog wel eventjes een vlog buiten. Het was ook ontzettend slecht weer. Alleen maar regen. En het was echt verschrikkelijk beroerd. Weer was het. Dus toen zei mijn nicht van, joh. Wij komen toch jullie kant op. Dus op mijn kant op. En die hebben me toen even gebracht. Nou, voor de rest, de poesjes zijn er nog. Lieve Dribbel. Kijk, daar heb je hoor. Daar heb je mooi, die lieve oude Dribbel. Ja, Drippie, hè. En, toen ik de auto opgehaald, toen reed ik terug naar huis. En... toen kreeg ik het telefoontje van mijn zus met het slechte nieuws dat haar hond Bailey er niet meer is. Die hebben ze moeten laten inslapen helaas. Was de laatste paar dagen heel erg ziek en ging helemaal niet goed. Was erg slecht. En die hebben ze helaas in moeten slapen. Jullie hebben Bailey volgens mij nog gezien in de Slagharenvlog. Ik zal even een foto laten zien. Dat was hem. En ik was er echt helemaal een beetje van ontdaan. Want ja, Bailey was wel een beetje, was wel een klein beetje mijn lievelings. Daira is ook heel lief. Maar Bailey is wel een klein beetje mijn lievelingshondje. Van de twee. En Bailey is niet meer. Keihard. Zo is het leven. Het is echt... ik ben er echt wel even een beetje kapot van geweest. Toen ik het hoorde.
Dus ik ga nog een afscheidsvideo maken van Bailey met allemaal mooie foto's en een muziekje eronder. Dat ga ik doen en dat zet ik dan op mijn kanaal. Dat doe ik speciaal voor mijn zus en voor mijn zwager. Maak ik een mooie afscheidsvideo van Bailey. Bailey'tje, de lieve hond. In het begin was hij heel erg agressief tegen me omdat hij me niet kon. Maar hoe vaker ik daar naartoe ging, des te vaker hij des te vaker hij me zag en hij werd steeds liever. Ik weet nog wel, de eerste dag dat ik hem zag, liep hij te blaffen naar me en was hij agressief, liep hij te grommen naar me. Toen smiddags gingen we hem uitlaten en was het mijn vriendin. Dus en het is wel moeilijk allemaal dat zulke dingen dan gebeuren en vooral met beesten. Ja, erg triest. Terwijl die daar zo even de aandacht vraagt. Hey, Drippy. Hallo, ouwe poes. Kijk, Drippy, de ouwe poes. Drippy moet weer aandacht hebben, hè? Oh, Dribbel. Ouwe Dribbel. Ja, ouwe Drippy. Hey, ouwe Drippy. Drippy de poes. Drippy de poes. Wat moet je allemaal dan? Hey, ouwe vriend. Ouwe vriend van me. Ja, hè. Je bent zo'n lieve poesje, hè. Drippy is mijn lieve poesje, hè. Nou, en dan heb je nog Poquito. Hey, Poquito. Poquito. Hallo, Poquito. Zo, en dan moet ik aanstaande woensdag weer terug. Want dan wordt mijn deur gerepareerd. De deur die was natuurlijk al, die is al een paar weken kapot. En die wordt aanstaande woensdag gemaakt. Dus dan moet ik weer terug. Ik had eigenlijk een afspraak voor aanstaande dinsdag. Maar ja, dan ben ik in de winter Efteling. Dus dan ben ik er niet. En als ik naar de winter Efteling ga, dan heb ik in ieder geval, spreken we af met Rob Aerts, ook degene die mijn intro gemaakt heeft. Het laatste stukje van mijn intro. Dat mooie tribal logo van mij, wat dan dat heeft Rob Aerts gemaakt. Nogmaals dank aan hem voor het maken van deze mooie intro. En die komen we dan tegen. Dus ik heb hem nog nooit in het echt gezien. Dus dat wordt zeker weten, wordt dat wel ontzettend leuk en gaaf om een keertje in het echt te zien en even een keer te spreken. En ik zal natuurlijk wel eventjes vloggen, hè, want ik zal zeker weten een leuke vlog te maken. Zoals ik al zei, de vlog de video van de Efteling, dat wordt geen vlog, maar dat wordt een aparte video. Omdat ik hem dan, als ik hem klaar heb, kan ik hem gelijk online zetten. Dan hoeven jullie niet zo lang te wachten erop. Anders moeten jullie weer 7 dagen wachten. Dus ik maak er een gewone video van. Dan kunnen jullie die gelijk bekijken als die klaar is. Nou, ik ga verder naar mijn bedje toe. Het was ook een leuke livestream. Ik bedank Ramon nog en Joost en Tatjana en Kevin voor de leuke livestream van vanavond. Het was, was echt gezellig. Moeten we echt vaker doen. En waarschijnlijk gaan we in april volgend jaar gaan we naar Bobbialand. En dan zou Tatjana daar ook wezen. Dus dat is ook wel leuk. Dan kijken we ook, zien we ook Tatjana in het echt. Lijkt me wel ontzettend leuk. En ik ga nou lekker slapen. Wat ik morgen ga doen, dat weet ik nog niet. Maar dat zien we morgen wel weer. Ik zal morgen wel weer een leuke vlog gaan opnemen. En dan gaan we wel kijken wat het allemaal wordt morgen. Ik ga even de kachel uitzetten. Licht uitdoen. Computer uit. En dan ga ik lekker slapen.
En dan ga ik morgen deze vlog editen. Terwijl Dribbel echt... Dribbel, wat ben je nou allemaal aan het doen? Zo, de kachel is uit. Gordijntje dicht. En ik moet het wel een beetje voorzichtig doen, want... Alles loopt natuurlijk... Oh, zo. En die... zo. Oh, er zit mijn gordijn weer... Oh, er zit mijn gordijn weer vast. Zo'n trek dat ik dat hele ding naar gooit. Zo. Nou, ik vind het best zo, hè. Hij is best zo, hè. Zo. Dan kan die uit. Die ga ik ook uitgooien. Zo. En ga ik lekker naar mijn busje. Wat is er nou? Dribbel die loopt echt de hele tijd om aandacht te vragen. Wat wil je nou? Je hebt toch al eten gehad? Ga nou slaapje doen, hè? Ja, het is al lang bedtijd. Jij moet ook slapen, jij. Kleine poesjes horen lang op bed te leggen. Hé. Hey. Mauw. Drippie. Mauw, drippie toch. Een lekker beestie. Ja, je bent een lekker poesie. Ja, je bent mijn poesie. Mijn poesie, hè. Hé, oude vriend, hè. Oude vriend. Ja. Lekker oude vriend. Lekker poes. Zo. Nou, ik ga het... die uitdoen. Zo, wow, dan wordt het ineens heel erg donker. En dan ga ik de computer uitzetten. En dan ga ik lekker naar mijn bedje toe. Die is wel weer mooi geweest voor vandaag. Even de telefoon even in de oplader gooien. En dan ga ik lekker slapen. Ik moet de telefoon... Moet ik ook nog eventjes... Oh, die is ook uit. Zo, dan moet ik heel even de donker in. Hoppa. Even de donker in, zo. Een blauw licht ineens. Nou, dan ga ik hier even in de keuken even de afsluiter doen. Want hier brandt wel nog licht. Ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe dat blauwe duimpje de lucht in. Of het grijze duimpje, weet ik voor wat voor kleur het is. Als het maar omhoog is. En dan zou ik zeggen, de groetjes allemaal. En ik spreek jullie morgen weer bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrex. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal en doe dat belletje. Druk even op het belletje. Dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. Nou, voor de rest zou ik zeggen, doedels, vreselijk. Je doet het je eerste vijand niet aan. En ik spreek jullie allemaal morgen weer. De groetjes allemaal en jullie weten het. Skabedi, skabedoe. Skabadabadoo.